Bij de sloop van gebouwen komen veel materialen en grondstoffen vrij die makkelijk hergebruikt kunnen worden om circulair te kunnen bouwen. Dit kan de nieuwbouw weer verduurzamen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de te slopen gebouwen de materiaaldepots zijn voor de nieuwbouw. Echter worden er nog altijd veel bruikbare materialen weggegooid. Door beter in kaart te brengen welke materialen er gebruikt zijn, kan de grondstoffenkringloop gesloten worden, waardoor er geen primaire grondstoffen nodig zijn. Hoe dit proces in zijn werk gaat, horen we van Kees Boot van Bureau Boot. Circulair bouwen houdt in dat je eerst gaat kijken, moet je echt wel verbouwen? Kun je het bestaande gebouw niet gewoon gebruiken? Maar ook circulair bouwen houdt ook in dat je zo bouwt dat je het later weer af kunt breken of demonteren en weer opnieuw kan gebruiken. En als je bouwt, doe het dan met de materialen die vrijkomen uit gebouwen die nu afgebroken moeten worden. Dan gebruik je bestaande materialen en bespaar je heel veel grondstoffen en daardoor ook CO2. Nou, de voordelen van circulair bouwen zijn dat je heel veel gebouwonderdelen of materialen uit bestaande gebouwen opnieuw gebruikt. En daardoor dus bespaart op grondstoffen, maar ook op CO2-reductie. En dat gaat over enorme hoeveelheden. Bij een sloop van de ziekenhuizen komt er bijvoorbeeld al een hoeveelheid materialen vrij, als je dat in vrachtwagens omzet, van 100 kilometer lengte aan vrachtauto's. Dat gaat de stad uit, maar als je gaat bouwen, moet het ook de stad weer in. He, dus je bespaart enorm veel aan primaire grondstoffen, maar je hebt ook een enorme CO2-reductie. Nou, materialen die her te gebruiken zijn onder andere hout, metalen, beton. Maar denk ook aan producten zoals deuren, sanitair, kozijnen. En zoals bijvoorbeeld deze praatpaal, die laadpaal is geworden. Nou, die materialen kunnen onder andere worden hergebruikt voor hout, voor constructie en interieur. Denk bij metalen aan constructie en aan betonpuin bijvoorbeeld, wat gebroken wordt. En dan weer als zand- en grindvervanger wordt gebruikt in nieuwe beton. Nou, de valkuilen richting volledig circulair bouwen zijn eigenlijk dat vraag en aanbod niet op elkaar is afgestemd. En dat er nog heel veel weggegooid wordt of ja, niet herbruikt wordt, omdat men dat eigenlijk de afgelopen 40 jaar zo gewend is geweest. Er is ook heel weinig kennis van. Als je kijkt naar wetgeving bijvoorbeeld, die is puur geënt op nieuwe bouw en nieuwe producten. En niet op circulaire producten bijvoorbeeld. Nou, die hindernissen kunnen overwonnen worden door bijvoorbeeld vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Meer de tijd te geven door opdrachtgevers om circulair materiaalopname en grondstoffeninventarisatie te kunnen doen. Zodat we meer de tijd hebben om materialen eruit te kunnen halen. Toekomstperspectief is dat we 100% hergebruik van de materialen nastreven. En volgens ons kan dat. En we laten dat ook zien. Dat je deze puien, die komen bijvoorbeeld uit de sloop van de ziekenhuizen in Amersfoort. Die zijn hier hergebruikt. En die worden hier toegepast. En dit hout komt bijvoorbeeld uit een sloopproject van Mitros in Utrecht. En dat passen we hier weer toe in de keuken. Dus wij denken dat 100% hergebruik kan.